Als jonge fabrieksarbeider deed Arie Groeneveld zijn maatschappelijke vorming op in de Arbeidersjeugdcentrale, de jongerenbeweging van de PvdA en het NVV van de jaren 50. De Arbeidersjeugdcentrale is natuurlijk een kaderscholing geweest van formaat, want daar werd je in feite voorbereid op een stuk maatschappelijk functioneren in allerlei richtingen, zowel cultureel, maatschappelijk, politiek enzovoort. Je leerde dat de mens goed was en dat zong je ook en dat is achteraf gebleken toch niet helemaal waar te zijn. In de praktijk van het leven ontmoet je heel veel mensen waarvan je denkt, nou goed, integendeel. Maar goed, in die jeugd leerde je dan de mens goed was en vanuit dat idee keek je ook naar de mensen, keek je naar de wereld en probeerde je te leren hoe je dan in zo'n maatschappij zou kunnen functioneren. Wat jouw bijdrage in dat goede zou kunnen zijn. En dan allemaal vanuit de sociaal-democratische gedachte. En dat leer je dan later wel te relativeren. Dat ook anderen uitstekende ideeën kunnen hebben over de maatschappij, de samenleving. Vanuit een christelijke of een katholieke gedachtewereld komende. En daar ook mee leert samenleven. Maar in het begin was dat nogal vierkant, hè? Zo, daar staan we, dat zijn we en alles wat er buiten zit. Ik zal niet zeggen het deugt niet, maar goed was het in ieder geval niet. In het begin van de jaren 70 lopen jongeren opnieuw in optocht door de straten. Maar nu in verzet tegen onrechtvaardige maatschappelijke verhoudingen. Het gezag van de regenten en de macht van de kapitaalbezitters wordt opnieuw ontdekt. De Industriebond van Arie Groeneveld richt zich op de onmondigheid van de arbeiders tegenover de economische macht van het bedrijfsleven. In 1972 is bij de Enka-fabriek in Breda de eerste grote bedrijfsbezetting in Nederland die uitloopt op een overwinning van de arbeiders tegen de voorgenomen sluiting van het bedrijf. Ik ben namens de ASFA in Amsterdam, of een van de leden van de ASFA die zeker weet dat er een enorme solidariteit heerst in de ASFA met deze actie van de arbeiders van de Enka. En wij zien deze actie gewoon parallel lopen met onze acties tegen het onderwijs. En we betuigen hierbij ook onze solidariteit. Ja goed, de een zegt het misschien wat duidelijker als de ander, maar de doel- en beginselverklaring van het NVV gaat ook uit van het feit dat de bestaande maatschappelijke structuur in zijn essentie eigenlijk een onaanvaardbare is. Juist door de machtsverhoudingen die er in Nederland zijn. Het ongelijk verdelen van kennis, van rijkdom, van welvaart, hè, en al dat soort zaken meer. Van macht met name. Hè. Wie geld heeft, heeft macht. Wie het niet heeft, is ondergeschikt. Dat zijn de vraagstukken die ook de NVV in zijn doelstelling heeft beschreven. Ja, of het allemaal ineens naar buiten kwam, weet ik niet. Maar het werd in ieder geval wat manifester dat er in de maatschappij, dus ook in de vakbeweging, wat aan het veranderen was. De situatie die moet je eigenlijk terugbrengen naar de jaren 50. Toen in de Metaalbewerkersbond begonnen werd met het bedrijvenwerk. Een poging om het bondswerk dichter bij de leden te brengen en de bond weer terug te brengen in de onderneming, waar die door de geleide loonpolitiek echt helemaal uit was geraakt. Als je dan dichter bij de werkplek komt, kom je ook dichter bij de problemen van de mensen te staan. En sta je voor de vraag, wat doe ik daarmee? Maar die top, die heeft er helemaal geen behoefte aan. Want dan wordt het ook nog afgedaan van, nou ja, waar hebben hun nou verstand van? Want wij hebben toch geen verstand. We zijn maar ongeschoolde arbeiders. Hè, of met hele betrekkelijk kleine papiertjes. Waar willen die lui over praten? Ze weten de achtergronden niet, want het staat zo interessant. De achtergronden, dat geheimzinnige. Ze verdenken ons nog altijd in het bedrijf als je kritiek hebt. Van, oh, daar heb je hem ook weer. Hij heeft weer de dwarslegger, de man die negatief is. En als je dan zegt, wat zijn jullie onder negatief? Dan blijft het antwoord schuldig. Ja, nou, wat dat betreft geloof ik dat we elkaar de hand kunnen geven. Ik heb zelf in de gelukkige positie verkeerd enige tijd in de publiciteit te staan rondom een collectief arbeidsovereenkomst die wat aandacht trok.
Ook dan ben je een dwarsligger. Dan handel je in strijd met erecodes die kennelijk in bepaalde kringen gelden. En op zo'n moment valt ook heel rechts Nederland over je heen. En dan word je ook uitgescholden voor alles wat mooi en lelijk is. Als je dan maar voor jezelf vasthoudt dat je bezig bent met een goede zaak, een zaak die het daglicht kan verdragen, dan is het niet erg dat ze het doen. Dan redden we het wel. Arie was natuurlijk een persoonlijkheid. Ik bedoel maar iemand die heel vierkant was. En die de dingen heel duidelijk naar voren kon brengen. En die een stuk uitstraling had. Ik bedoel maar, ik heb met hem overhoop gelegen. Maar ik blijf erbij dat Arie iemand was. Als die ergens was, dan was die er ook. En die heeft ook in die staking is die geweest. Nou ja, dat de manier waarop die zagen dat presenteert, ja, die vond ik wel geinig. Van, ken ik hier kwaad? Ken ik wat kapot maken? Ja, Arie had een bepaalde visie. En Arie was ook wel zo geest dat hij wist dat dat een hoop theorie was. En dat hij in de praktijk er nog heel wat voor kon kijken. Want zo achterlijk was hij natuurlijk ook niet. Hij is ook op veel plekken geweest, ook bij hooghouders, om in het begin het bedrijvenwerk toch op een of andere manier te stimuleren. Liekle Duiker en Tini Hofman zijn kaderleden van het eerste uur die al begin jaren 70 voor de bond op pad gingen. Met de komst van het bedrijvenwerk werd een actief beroep gedaan op de kaderleden. Het gezag van de betaalde bestuurders van de bond was niet meer zo onaantastbaar als in de jaren 60. De kaderleden gingen als vrijwillige voorhoede de vakbond een gezicht en zo nodig een vuist geven op de werkvloer. Het bijzondere van het bedrijvenwerk was in ieder geval voor de mensen die lid waren van de bond, dat ze op hun eigen bedrijf, dus dat het de inspraak niet bleef buiten de poorten van de bedrijven, zeg maar. Er was in de maatschappij wat gaande, maar binnen dat bedrijf wilden mensen ook meer zeggenschap en inspraak. En dat kon alleen maar als die bond binnen kon komen in dat bedrijf. En dat, dat was eigenlijk de start van het bedrijvenwerk. Zeggenschap op je werkplek. Centrale akkoorden tussen overheid, werkgevers en werknemers bieden niet langer uitzicht op de door de Industriebond gewenste verkleining van verschillen in inkomen, kennis en macht. Actie moet er komen. In 1973 wordt door de Industriebond NVV 2 maanden lang gestaakt in wat wel de grootste metaalstaking van na de oorlog wordt genoemd. Dat betekent dat ik hier op dit moment van draag om normaal aan het werk te doen. We horen gekregen dat we moeten staken, dus we gaan niet 7 uur. Dat betekent dus dat wie nu niet aan het werk gaat, ook officieel als staker genoteerd wordt. Ja. Nou, noteert hij maar. Is je naam ook weer Hutter, hè? Klaas er even bij komen. Klaas! Toen wij in de 70-jarigen geconfronteerd werden met het feit dat er stakingen moesten worden georganiseerd, toen kregen we te maken met leden en kaderleden die dat in jaren niet gedaan hadden, zo niet nooit hadden gedaan. We hadden te maken met een grote groep van bezoldigd bestuurders die voor het eerst met een staking te maken zouden krijgen. En we hadden te maken met een publieke opinie die zich rotschrok van het feit dat er gestaakt werd en dacht dat daarmee het land ook onmiddellijk naar de Filistijnen zou gaan. Jullie weten dat we een aantal vergaderingen gehad hebben waar een aantal besluiten genomen zijn. 90% van de totale vergadering heeft voor staking en acties. Het moment is zover. We gaan een uur zitten. Dan gaan we een uur discussiëren in de fabriek en om 8 uur gaat officieel de staking in. De werkelijkheid is daar. We zullen het nou waar moeten maken. En ik hoop dat iedereen zijn volledige medewerking geeft en die posten bezet houden die nodig zijn. We zullen de mensen. Het gaat voor de goede zaak. Het gaat niet om 5 gulden, zoals meneer Jusman Jacob zegt. Maar het gaat uiteindelijk om een rechtvaardigere inkomensverdeling in zijn totaliteit. Ik heb gezegd. Hooghouders was nog nooit een staking geweest. Nou, wij hadden het bedrijvenwerk vanaf 67 toch gestalte gegeven met NKV en NVV, nauwe samenwerking. En toen dan de boel spaak liep en chef tegen me zei van nou, waar blijven jullie nou? We zeggen nou, dat zal je wel zien. Nou, spontaan werd de zaak neergegooid bij een aantal fabrieken. En ik denk dat doordat we de zaak goed in de hand hadden als bedrijvenwerk, iedereen kon iedereen. Telefoonnummers waren goed uitgewisseld, er waren toch allemaal dingen. De zaak was van tevoren goed doorgekauwd. Nou, dat heeft het succes van het bedrijvenwerk en de staking bewerkstelligd.
hier de middagploeg aan. Wat doen we? Boel legt plat. Oké. Dagelijk. De hele metaalindustrie, en bij hoogovens in het bijzonder, werd langdurig gestaakt. Omdat, en dat was zeer verheugend, een groep van onze kaderleden, mensen die het zelf helemaal niet nodig hadden, dat was heel kenmerkend, zich op de bres hebben gestort om dat te kunnen bereiken. Die vonden dat een volstrekt legitiem en aanvaardbaar actiedoel. Het optillen van de onderkant, het wegwerken van schrijnende onrechtvaardigheden in het maatschappelijk gebeuren. Ja. Langdurig gestaakt. Heftige stakingen met heel veel emoties aan beide kanten. Nou, het was natuurlijk in die jaren voor de hand- en hoofdarbeiders zat er een groot verschil. Mensen voelden zich echt aan de ene of aan de andere kant staan in het bedrijf. En als dat betekende dat er als er een actie gevoerd werd, waar uiteraard die hoofdarbeiders, die hier dan beambten heten, bijna niet aan meededen. Dat waren er maar, dat was echt een enkeling die daaraan meedeed met acties. Dat betekende toch dat ieder procent loonsverhoging betekende dat hoe meer je verdiende, hoe meer je ook in je zak kreeg. En dat was voor die mensen nou niet bepaald een leuke gedachte. Daarvoor stonden zij niet op de bres. Dus het was wel degelijk, dat gevoel was heel diep bij de mensen. Van nou, waarom niet iedereen evenveel? Toch komen er maar weinig mensen, dat doet echt wel een man. En dat zal wel aan de praktijk is. Van brush out de herfst. 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 Hou niet van lachen. Hoest moet je krijgen. Hoest moet je lopen. Ja, uit. Stil jongens. Het is 12:30, Radio Nieuwsdienst, ANP. De industriebonden van NVV en NKV moeten op last van de president van de Haarlemse rechtbank binnen 24 uur hun stakingsactie bij Hoogovens beëindigen. Wat? De volgende twee bonden. Uiteindelijk, ja, hebben we de staking verloren door een rechter, wat nou ook weer speelt. Maar niet omdat wij niet capabel waren. We hadden goede ideeën, we hadden goede voornemens. Maar de mensen waren na 14 dagen staken, ja, waren ze het goed zat. Het is een hele ingreep op mensen, staking. Dus dan moet je op een gegeven moment resultaat. Nou, als dan de baas naar de rechter loopt en de rechter veroordeelt ons aan het werk te gaan, ja, dan leggen we eruit, dan is het over. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je doorstaken. Nou, daar waren mensen bij die wilden dat, maar er waren een hele hoop, ja, die waren aan het eind van de Latijn. Dus, al het werk. Wat hebben we nu bereikt? Vermoed. Alles. Je hebt bereikt datgene wat je tot nog toe bereiken kon. En ik vind dat je een goede actie hebt gehad. Waarbij de hoogovendirectie weliswaar een uitspraak van de rechter heeft gekregen. Maar niet gelijk heeft gekregen. Want de hoogovendirectie die heeft bij deze verklaring van de rechter nog niet... Er zijn Spanjaarden, 4000 Spanjaarden, 100% heb mij gestaakt. Nou, die jongens die zien het niet meer en die krijg je de volgende keer er niet meer bij. Mag ik nou even, als ik zeg dat ik trots op jullie ben, dan ben ik trots op je omdat je een staking hebt gevoerd zoals je hem hebt gevoerd. Ja, maar als ik... Ik kan niet trots meer zijn. Nou, dan moet jij dan weten. Ik ben wel trots op jou. Ja, maar met duizenden met mij. En die duizenden moeten het dan ook maar weten en ze hoeven niet teleurgesteld te zijn. Je hebt een prachtige actie. En die actie die loopt door het vonnis van de rechter vandaag niet stuk. Die gaat morgen gewoon door, maar op een andere manier. Je schakelt over op een andere golflengte. Nou kijk, als je een staking moet beginnen, dan praat je met mensen die nog geen weet hebben van de ellende van de staking die ze te wachten staat. Maar overtuigd zijn van het goede doel. En bereid zijn daar een offer voor te brengen. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar als je argumenten goed zijn, dan zijn mensen te overtuigen en willen ze dat offer ook opbrengen. Als een staking eenmaal loopt en de mensen er zeer emotioneel bij betrokken raken, het ook als iets van zichzelf gaan beschouwen en zodanig dat er eigenlijk geen invloed van buiten meer op uitgeoefend kan worden, dan is het erg moeilijk, haast onmogelijk om tegen die mensen te zeggen, het goede doel is bereikt. Daar zouden we het mee kunnen doen. Dan hebben die mensen intussen voor zichzelf een reeks van argumenten bedacht waarom die staking nog voort zou moeten duren.
Vaak zijn er dan ook argumenten bijgekomen die niets meer met het landelijke doel te maken hebben, maar heel op die onderneming gericht zijn die ze er maar bij hebben gehaald. En dan tegen die mensen te zeggen, nou moet het afgelopen zijn, dat is een emotioneel hele zeer zware klus. Want mensen willen dat eigenlijk niet. Naar hun gevoel is alles nog niet bereikt. En degenen die dus zich op die manier hebben opgewarmd, die zijn maar moeilijk, zoals dat in de sport heet, tot een cooling down te brengen. Met Groeneveld. Ik wou je in ieder geval wat vertellen dat 12 uur zijn de stakingsoproepen verspreid. Het betekent dat de productie nu voor 90% stil ligt en verwacht wordt dat die weldra helemaal zal stoppen. Nadat de staking bij Hoogovens door de rechter verboden is, worden de acties uitgebreid tot de hele metaalindustrie. In het paasbestand van 1973 wordt een compromis bereikt tussen de vakbondstop en de werkgevers. De strijd om een rechtvaardiger inkomensverdeling wordt niet direct gewonnen, maar zal in de jaren die komen leiden tot een betere beloning van de laagst betaalde werknemersgroepen. Fijn is de maatschappij niet en het moet allemaal anders. De Industriebond is op zoek naar een nieuwe ideologie. Onder het motto geen kilo verantwoordelijkheid voor een ons medezeggenschap presenteert voorzitter Groeneveld in 1974 een anticapitalistische maatschappijvisie. En op het moment dat je dat doet en wel bewust doet, kom je vanzelf tot die dingen die in de maatschappij te maken hebben met het kapitalisme, macht, kennis, verdeling van inkomens. En dan komen daar, laat ik zeggen, werkstukken uit. En een van die werkstukken was dus de nota fijn is anders, waarin gezegd wordt, wij kiezen voor een democratisch-socialistische maatschappij. Wij vinden dat er meer zeggenschap aan mensen moet worden gegeven. We vinden dat de inkomens moeten worden herverdeeld. En iedereen die werken kan, moet ook in staat worden gesteld om te werken. Maar degene die niet werken wil, moet niet een onrecht en een beroep doen op de maatschappelijke welgezindheid en zijn hand ophouden. Die moet het maar vergeten. Dus nogal harde doelstellingen waarin we zeiden, als we het nou zo met elkaar gaan doen, herverdeling van arbeid speelt daarbij onherroepelijk een rol, dan lossen we het vraagstuk van de werkgelegenheid, werkeloosheid op. We lossen het vraagstuk van de ongelijkheid van kennis, inkomen en macht op. En we hopen dat we daarmee dan een wat betere maatschappij hebben dan de maatschappij zoals we hem nu al sinds decennia kennen. We hadden de jaren gehad van bestedingsbeperkingen en al die dingen die daarvoor geweest waren. En dat de bond zich toen bezig ging houden met een maatschappijvisie. Dat was een zaak die de mensen in die jaren enorm aansprak. En waar ook een heleboel kaderleden echt actief op zijn geworden. Ja, het merkwaardige is dat Groeneveld heeft toen inderdaad in die nota het einde van het zogenaamde kapitalistische systeem aangekondigd. Als ik me nu zelf weer de discussies herinner die we toen gehad hebben, ook met de ondernemersraad uit die tijd, was het naar mijn stellige mening toch zo dat het een kleine bovenlaag was van de vakbeweging die op deze toer was gegaan. Als je praatte met ondernemersraadsleden, ja, dan waren ze natuurlijk wel loyaal aan hun voormannen. Maar volgden ze dit soort discussies toch ook met grote zorg. Als ondernemer sta je voor je onderneming. Hè? En je onderneming, het is natuurlijk een onderneming die niet jou persoonlijk toebehoort. Maar het is wel een onderneming waar je in hoge mate verantwoordelijk voor bent. En ook verantwoordelijk voor voelt. En wanneer je ziet dat de toekomst van een dergelijke onderneming gewoon geweld wordt aangedaan, dat het toekomstperspectief lijkt weg te vallen, ja, dan ga je natuurlijk langzamerhand grote zorgen maken. Dan zeg je, dit kan gewoon niet. Tussen 1973 en 1977 wordt Nederland geregeerd door het kabinet Den Uyl. De vakbeweging krijgt steun voor haar hervormingsvoorstellen, maar wordt ook geconfronteerd met loonmaatregelen. Hoe moet de maatschappij veranderd worden? Grote of kleine stappen? Acties, stakingen en bezettingen? Of overleg en compromissen in de smalle marges van de politiek?
Joop den Uyl op een congres van de Industriebond in 1975. Geen kilo verantwoordelijkheid voor ons zeggenschap. Akkoord. Akkoord. Maar ik zeg dan wel van mijn kant, maar overleg en overlegorganen behoeven niet per definitie inkapseling te betekenen. Je bent er altijd zelf bij. Ik behoor, ik moet u wel bekennen, ik behoor in beginsel tot het zondige ras van de reformisten. Maar dat betekent niet dat ik zou kiezen voor overleg, samenwerking, werken binnen bepaalde structuren zonder meer. Nee, het zal altijd weer zijn in concrete situaties en afwegen tussen soms samenwerking, soms conflict, soms een stap terug, soms vooruit, soms wel, soms niet deelnemen aan regeringen. Telkens opnieuw overwegend hoe de maatschappij te hervormen en hoe de belangen van de mensen van onder het beste te dienen. Ik heb gehoord, binnen de sfeer van de Industriebond, we hadden liever een progressieve minderheidsregering gehad. Weet u, ik had veel liever een progressieve meerderheidsregering gehad. Wij waren bewust van het feit dat een kabinet waarin Den Uyl leiding zou geven een goed kabinet zou kunnen zijn. Mits die een aantal van die hele belangrijke kernpunten van het beleid maar mee zou nemen. En in het begin leek dat er ook op. Maar toen het er echt op aan ging komen, toen moest Den Uyl iedere keer zijn water ophalen. Als het ging om de vermogensaanwasdeling, als het ging om de wezenlijke zeggenschapvraagstuk, als het ging over de grondpolitiek, dan moest hij iedere keer het onderspit delven tegenover de anderen in het kabinet. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik op een congres, maar ook in het openbaar, heb gezegd: Joop, als het nou echt zo moet, laat dat kabinet dan maar springen, want het wordt niks zo. Want op de meest essentiële punten van het beleid moet je er iedere keer onderdoor. Maar dit kabinet kan het niet zijn dat de gewenste hervormingen voor ons op gang brengt, omdat de tegenkrachten in onze maatschappij te sterk zijn. Voorzitter, het kabinet wordt gedoogd door partijen die er geen been in zien om morgen ook een kabinet te gedogen met de VVD aan het roer. En Joop den Uyl heeft ooit eens een keer op ons congres gezegd in juni: ik behoor tot het zondige ras van de reformisten. En we hebben dat geaccepteerd. Als hij het zelf zegt, zal het wel zo zijn. En wij voegen eraan toe dat ook voor zondige reformisten er altijd nog redding mogelijk is. Mits men van de dwalingen zijn zweeg terug wil keren. En die dwalingen zijn zweeg, dat is die heilloze doodlopende weg van de samenwerking met de antirevolutionaire partij en de KVP, zolang in deze partijen conservatieve krachten blijkbaar nog steeds zo sterk zijn dat ze de werkelijke hervormingen die het kabinet zegt na te streven kunnen blokkeren. Het kabinet Den Uyl versterkt de inkomenspositie van de laagst betaalden. Gedurende de rit wordt het kabinet geconfronteerd met een oliecrisis die de voorbode is van een wereldwijde economische crisis. Topondernemers, waaronder Wagner en Sikkingen, komen in het geweer tegen de plannen van het linkse kabinet. Volgens de ondernemers wordt het ondernemersklimaat door het kabinet en de vakbeweging verziekt. In januari 1976 hebben 9 leiders van de grootste internationaal georiënteerde onderneming in Nederland gezamenlijk een brief geschreven aan de politiek, het kabinet, de Kamer en wie het ook maar weten wilde. En daarin staat: dit kan niet langer. Dat was dus januari 76. Ik was een van de ondertekenaren van die brief. Waarmee ik niet zeg dat wij, en dat staat ook niet in die brief, tegenstander waren van medezeggenschappen. We waren wel tegenstander tegen het accent op vergroting van maatregelen van medezeggenschap, vermogensaanwasdeling, waar toen over gesproken werd, terwijl er geen aandacht werd besteed aan de structuur van het economisch gebeuren in Nederland. En als de vakbeweging nu van zijn kant had gematigd
in die tijd, maar dat deden ze niet. Want ze stelden hoge looneisen, het maatschappelijk vangnet werd steeds meer verdiept, uitgebreid. Er kwamen steeds meer sociale voorzieningen. En de politiek en de vakbeweging in die jaren, ja, die stonden arm in arm bijna tegenover de onderneming. Ik heb wel eens in die tijd, ach, nu ben je allemaal natuurlijk weer, neem je wat meer afstand en praat je ook wat relativerend over die tijd. Maar het heeft in die tijd toch heel weinig gescheeld of een belangrijk stuk van de Nederlandse onderneming was definitief onder water verdwenen. De vergadering wordt hervat. Het woord is aan de minister-president. Meneer de voorzitter, ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag de 6 ministers van KVP en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin. De val van het kabinet Den Uyl symboliseert het einde van de radicaliseringsgolf die eind jaren 60 was begonnen. Ondernemers gaan in het offensief om de invloed van de vakbeweging in te dammen. Een staking voor arbeidstijdverkorting bij Shell Pernis eindigt in een fiasco. Werkwilligen doorbreken de poortblokkade. Degenen die willen werken mogen wat ons betreft de poort binnengaan. Wij gaan ons nu beraden over onze stappen. De staking bij Shell gaat gewoon door. Op welke wijze we verder daarop zullen reageren, zullen we zo dadelijk bepalen. Wij hebben er geen belang bij om knokpartijen uit te lokken tussen wie dan ook. Wij zullen ons nu terugtrekken en iedereen die zo graag daar aan de overkant naar binnen wil en niet op eigen kracht en met argumenten naar binnen kan komen, maar door grof geweld, die moeten hun gang maar gaan. Wij zullen ons bepalen op welke wijze we antwoord zullen geven op deze zaak. De staking is nog gaande. De strijd om 5 ploegendienst en 35 uur blijft doorgaan. En op grond van die zaak zijn wij nu de verstandigste en trekken we ons terug. Een overmacht van Shell in dit geval heeft de zaak gebroken. Ja, ik denk dat je heel duidelijk kunt zeggen dat dat een moment is geweest waarbij ondernemers zeiden, we laten ons absoluut niet meer opzij zetten door de vakbeweging. En ja, het voorbeeld hier waarbij het draagvlak van de actie bij het totale personeel waarschijnlijk toch iets te beperkt is geweest. Ja, heeft betekend dat in ieder geval in ondernemersland een beweging losgemaakt heeft. Van nou, als je je stevig verzet en ook ingrijpt, dan leidt dat tot versterking van de positie van de ondernemers. En ik denk dat je dus kunt zeggen dat in de 80e jaren de positie van de ondernemers ontzettend veel sterker is geworden dan in de 70e jaren. En dat die gebeurtenis hier daar een duidelijke omslag in is geweest. In de 70er jaren zagen we de scheepsbouw voor een groot deel onderuit gaan. Met name de nieuwbouw, hè, want daar waren enorm veel scheepswerven met heel weinig opdrachten over de hele wereld. En de goedkope landen die trokken dan wat er aan opdrachten was vaak nog naar zich toe. De metaalindustrie, die als toelevering natuurlijk ook voor die scheepsbouw functioneerde, maar in zijn algemeenheid, metaalindustrie, textielindustrie, kledingindustrie, schoen- en lederindustrie, kleintjes als de vlasindustrie, de ijzergieterijen. Nou, je kunt eigenlijk zeggen dat er geen gebied was wat in het werkterrein van de Industriebond zat of het werd getroffen. Dat heeft ertoe geleid dat er, ik dacht, zoiets van 600.000 arbeidsplaatsen verloren gingen in die tijd. Kunnen er ook 500.000, die statistieken die heb ik niet in mijn hoofd zitten. En het gevolg daarvan was, met de organisatiegraad die wij nu helemaal hebben, dat we toen zo'n 150.000, 160.000 leden zagen verdwijnen uit ons kaartenbestand. Dat doet pijn. Daar kun je ook niet tegen verweren. Dat gebeurt gewoon. Mensen verliezen hun baan, mensen verliezen hun inkomen voor een deel. Moeten keuzes maken. En die keuzes zitten dan vaak in jonge gezinnen ook nog voor de opleiding van de kinderen versus de bond. En dan is de bond het slachtoffer. Ze zullen ook wel eens verkeerde keuzes hebben gemaakt, maar wie ben ik?
dat ik daar een oordeel over heb. Maar we zagen toen ons ledenbestand drastisch teruglopen, ja. Dramatisch. Onder de bedrijven die samen RSV vormen, is Nederland een land van boter, kaas en eieren. Want wat we nu afbreken, mensen, komt nooit meer terug. Wij kunnen als werknemers bij RSV onze arbeidsplaats niet missen. Maar de economie van Nederland kan de bedrijven en de producten die ze maken niet missen. Laten we met elkaar redden wat er te redden valt. De bedrijven zijn het waard, de mensen zijn het meer dan waard. Ik denk dat het in het begin juist een versterking was, omdat er toen vanuit de organisatie nog wel een behoorlijk verzet kon worden gepleegd om die scheepsbouw toch in stand te willen houden. Op een later tijdstip was het eigenlijk een aftakeling voor de macht van de bond, omdat toen de mensen in die bedrijven alleen nog actie voerden voor behoud van hun eigen werkgelegenheid, maar niet meer voor vakbondszaken als arbeidsvoorwaarden, want dat raakte toen uiteraard in de verdrukking. Omdat mensen werkgelegenheid toch op dat moment natuurlijk boven looneisen gingen stellen. En dat maakte het voor de bond moeilijker om nog wat te bereiken, zeg maar. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat als toen de overheid een beleid had gevoerd van het geven van overbruggingskredieten aan ondernemingen met de bedoeling dat ze zouden hebben overleefd, dat dan op dit ogenblik, in deze tijd en in de komende jaren, er minder werklozen zouden zijn en minder WO'ers zouden zijn. Dat is een rekensom, die kun je zo maken, want de ondernemingen die de poort sloten, die sloten er voorgoed, enkele uitzondering daar gelaten. En de mensen die toen de WW ingingen, of via een omweg de WO ingingen, die zaten daar voorgoed. En die vormen dan samen op het ogenblik dat miljoen en meer van mensen die niet meer aan de slag kunnen komen. Dat hadden er, met een ander beleid van de overheid, misschien de helft minder kunnen zijn. En dan hadden we nu ook in deze tijd niet die afschuwelijke discussies gehad over de vraag of de sociale voorzieningen op de lange duur nog wel te financieren zijn. Wij in een internationale actie zijn bezig om het werk voor de mensen die hier werken willen te behouden. Amerika is ver weg en die bazen daar zijn keihard. Het zijn superkapitalisten die niet rekenen in mensen, maar in dollars. Wij rekenen niet in guldens, maar in mensen. En omdat wij daarin rekenen, in mensen, in menselijk geluk en in de vraag hoe de toekomst van mensen zal zijn, moet Fort open kunnen blijven. En daar knokken we voor. Sterkte. Je kon constateren dat het aantal werkelozen drastisch opliep. Je kon constateren dat er weinig of geen maatregelen werden getroffen die daar paal en perk aan zouden kunnen stellen. De discussie over arbeidstijdverkorting verzandde telkens in allerlei procedurevraagstukken. En toen hebben we gezegd dat is doormodderen. Zo modderen we met elkaar steeds verder het moeras in. Willen we er een keer uit, dan moet je een keer durven. En dat betekent dat je tegen de mensen moet zeggen, nou geen flauwekul meer. Er zijn zoveel honderdduizend werkelozen, er zijn zoveel honderdduizend mensen in de WO. Die willen voor een groot deel willen die werken, alleen ze krijgen de kans niet. Een deel kan niet en zal ook nooit meer kunnen werken, daar moeten we dan genoegen mee nemen. Laten we nu met elkaar in solidariteit een beleid gaan ontwikkelen waarbij we zeggen, als nou de werkende een klein stapje terug doet ten behoeve van de niet-werkende, dan kunnen we arbeidsplaatsen scheppen. Dat is toen onder de noemer van inleveren gebracht. Een hopeloze term waarmee je alles stuk maakt en die voorbij ging aan de traditie van de vakbeweging dat we nooit iets voor niets hebben gekregen. Nou, Groeneveld die was de man van de grotere socialisatie in de jaren 60 en begin van de jaren 70. Grotere invloed van de werknemers, althans van hun organisaties, op het bedrijfsgebeuren, op het gebied van medezeggenschap in het algemeen, inclusief investeringen en benoemingen. Dat was hij. Breien met een rode draad en fijn is anders. Dat zijn bekende stukken waar Groeneveld grote invloed op had. Maar hij is ook de man geweest die ingezien heeft, een hele tijd later, en helaas later dan nodig was. Maar goed, hij heeft het gedaan.
dat het niet langer zo kon. En ik denk dat dat komt omdat de Industriebond de meeste slachtoffers het eerste zag. En die hebben naar mijn smaak vooral daardoor op een breder niveau dan tevoren ingezien dat er iets moest gebeuren om die bedrijven wat meer levensvatbaar te maken. Eind jaren 70 verlegt het bondsbestuur van Arie Groeneveld haar aandacht naar herstel van de industriële bedrijvigheid en stelt het de leden voor de lonen te matigen. Dat roept veel verzet op bij de achterban. Dus kijken wat we de afgelopen 6 maanden hebben gehad. Dan heb Arie Groeneveld inderdaad een schot voor de boeg gelost. Maar ik had hem recht in de machinekamer geknald. Want er is niet geluisterd naar ons advies van huurverhogingen te stoppen. Er is niet geluisterd naar de prijsverhogingen die we tegen moesten gaan. We hebben gemaakt het bij het leven. We hebben alle productiviteit laten stijgen, laten zitten. Wat hebben we? 250.000 werklozen. Als we zo doorgaan, nou, dan komen we er niet. Het inleveren van een gedeelte van de prijscompensatie, dat betekent eigenlijk het vrijnemen voor eigen rekening. Men is overal vaag in arbeidstijdverkorting. Hoeveel? Oudere werknemers. Ja, wat gaan we ermee doen? Ik bedoel, maar stel concreet je punt als in een vergadering uitschrijft en zeg exact waar het over gaat. Ik heb wel moeite met punt 2, dat hier staat. En dat is over die arbeidstijdverkorting. Daar ben ik het zeer zeker mee eens. Maar zijn ze er in ons hoofdbestuur er wel van bedacht dat juist dan nog meer overgewerkt wordt in de bedrijven? De manier van vergaderen hier vanavond. Ik heb het idee, en dat geef ik het zelf ook even aantoon, dat wij niet de wijsheid in pacht hebben en die economen en die vakbeweging hier, maar jullie natuurlijk ook niet, dames en tweeën achter de tafel. En daarom vind ik dat we er vanavond hier moet een inhoudelijke discussie kunnen plaatsvinden. Ja. En als er mensen hier met argumenten komen, worden die continu van jullie achter de tafel weggevaagd en komen jullie met een standpunt wat door die top van die vakbeweging wordt ingenomen. Nou, als het zo moet, dan hoeven we hier toch niet te komen. Dan doen we het maar. Nee, zo gaat het wel over. Hier kan geen inhoudelijke discussie plaatsvinden, want het standpunt binnen de bond schijnt al wel bekend te zijn waarschijnlijk. Ik weet niet of zijn optreden zoveel veranderde, want het was toch iemand die eigenlijk altijd al behoorlijk autoritair de vergaderingen leidde, naar mensen toe overkwam. Maar wat wel heel erg veranderde was dat het krediet dat hij opgebouwd had bij het kader met zijn maatschappij veranderende ideeën, dat dat nu eigenlijk min of meer misbruikt werd. Toen er die omslag kwam van werkgelegenheidsproblemen, koopkracht inleveren en noem maar op. En dat Arie dat op dezelfde manier eigenlijk bracht als met hetzelfde vuur als wat hij daarvoor de maatschappijveranderingen gebracht had. En dat kwam voor ons ja, toch als een min of meer een klap in je gezicht over. Dat die Arie die je zo aansprak, nu eigenlijk de taal ging uitslaan die we eigenlijk altijd van anderen hadden gehoord. Overheid en werkgevers in feite. Dat gevoel kreeg je. Men wilde niet met de boodschap op pad dat het in het belang van mensen zou kunnen zijn om pas op de plaats te maken, een klein beetje van de eigen welvaart af te staan ten behoeve van de mensen die hun welvaart aan het verliezen waren of al verloren hadden. Werkgelegenheid te scheppen met behulp van de inzet van eigen middelen. Dat gesprek wilde men, durfde men niet te voeren. Deel van de bezoldigden niet en een flink deel van de bondsraad niet. En dat heb ik ze toen ik wegging ook nog een keer onder de aandacht gebracht, dat als er ergens bij mij pijnpunten waren, dit een belangrijk pijnpunt was. Wat ik nog toch bij mijn afscheid nog een keer in herinnering wilde roepen, omdat duidelijk was toen ik wegging als voorzitter van de bond, er ook inderdaad niets opgelost was. Integendeel, het probleem alleen maar groter was geworden en nog steeds groeide. En we er als vakbeweging met de rug naartoe stonden. Zoals we er eigenlijk altijd met de rug naartoe hebben gestaan. Ja, toen heeft hij ook een toontje lager gezongen. Na het breien met de rode draad was het over. Toen was het veel meer plakken, pappen en nat houden. En dat kan je die man niet kwalijk nemen, want uiteindelijk zat hij in de situatie dat hij niet eens eentje maar kon zeggen we lopen tegen die muur op, want dan zou je wel helemaal lijp wezen. Dus je moet dan op enig moment zeggen van gezond verstand, we moeten een stap terug. En ter zijne tijd, want de rollen wisselen, ook in de toekomst, dan zijn de arbeiders weer eens aan zet.
Want de geschiedenis herhaalt zich elke keer. De ene keer zijn hun aan zet en de andere keer zijn wij aan zet. Dat kun je in de boeken terugslaan. Dus wat dat dan gaat, hoef je niet zo verder terug te gaan. Dat is het verhaal. Ik denk dat dat het grootste probleem binnen de bond is geweest. Men wist heel goed de kaderleden beter inspraak, of in ieder geval beter hun woordje te laten doen. De scholingstoestanden waren allemaal, de cursussen waren ontzettend verbeterd. Mensen durfden te zeggen hoe ze ergens over dachten. En dat gebeurde natuurlijk niet alleen in het bedrijf en in de maatschappij, maar ook binnen de bond. En dat was voor het bondbestuur soms wel eens moeilijk, denk ik. En vaak zullen er ook kaderleden zijn geweest die binnen de bond meer praatjes kregen als binnen het eigen bedrijf. Dat speelde ook wel een rol. Kijk, Groeneveld was hoe dan ook een zeer krachtige, aansprekende vakbondsleider die in, met name in de 70e jaren zeer prominent aanwezig was en die ook voor de positie van de vakbeweging een zeer belangrijke rol heeft gespeeld. Ook gehaat door zijn tegenstanders, de werkgevers, want die vonden dat maar niks allemaal. Bewonderd eigenlijk door de hele industriebond en daar hoorde ik ook bij. Maar ik denk wel, door ook de verandering in de samenleving, ook de verandering in de bond, de laatste jaren van zijn voorzitterschap, te veel spanningen gehad over zijn rol als leidinggever en de manier waarop in de bond daar tegenaan gekeken werd. Wij trekken ons nu terug. Dat lijkt de beste stap. Begin jaren 80 komen er grote meningsverschillen in de industriebond over de gewenste stijl van leidinggeven. Dat komt tot uiting bij de opvolging van Arie Groeneveld, die in mei 1983 aftreedt. Toenmalig districtbestuurder Johan Stekelenburg stelt zich kandidaat voor de opvolging, maar haalt het niet. De kandidaat van het bondsbestuur, Dick Visser, wordt de nieuwe voorzitter van de industriebond FNV. Het was eigenlijk constant de gewoonte dat alleen dat het bondsbestuur dus in eigen kring bepaalde wie er opvolger zou zijn. En dat er kandidaten zouden worden gesteld en tegenkandidaten, zoals dat dan heet. Nou, dat mocht eigenlijk helemaal niet. Hoe durfden ze het in hun hoofd te halen? Hè? Kijk, Groeneveld was inderdaad degene die de belichaming was van bedrijvenwerk, spreiding van macht, maar vooral in de samenleving. De vakbeweging zelf, de industriebond, was, ja, ik weet niet hoe je dat precies zou moeten. Democratisch centralisme was denk ik een term die daar best bij hoorde. Toch vooral erg veel vanuit de leiding van de vakbeweging aangeven wat de lijnen waren. En niet verschrikkelijk veel ruimte voor bijvoorbeeld districten of voor kadergroepen om daar ook echt een eigenstandige en zelfstandige rol in te spelen. En, nou ja, dat proces, dat probeerde ik door die kandidaatstelling en daarop inhoudelijk op in te gaan, dan wel op een beetje op een ander been te zetten. Ik heb er ook nooit zo echt veel problemen mee gehad. In de zin dat ik me door mijn achterban in de steek gelaten. Ik vond het alleen wel eens lastig om op cruciale momenten geconfronteerd te worden met mensen die je op dat moment gingen vertellen dat je het anders moest doen. Iemand die leiding geeft, staat op hetzelfde moment bloot aan kritiek. En die heeft altijd mensen tegenover zich die vinden dat als zij het zouden zijn, ze het heel anders en tenminste veel beter zouden doen. Nou, daar heb ik 12,5 jaar mee geleefd. En gelukkig geleefd. In het najaar van 1982 wordt voor het eerst sinds 12 jaar een centraal akkoord gesloten tussen werkgevers en werknemers. De werkgevers stemmen in met de invoering van arbeidstijdverkorting en de vakbonden laten in ruil daarvoor het systeem van automatische prijscompensatie vallen. Het akkoord tussen FNV-voorzitter Kok en werkgeversvoorman Van Veen markeert het einde van een tijdperk. We hebben toen na dat moment een loonmatiging gezien die jarenlang is volgehouden, die geweldig geholpen heeft om ons bedrijfsleven weer in het spoor te krijgen, ook internationaal. We hebben in de jaren 80 de vruchten van geplukt. Het heeft ook geholpen om tot een zekere versoepeling van de arbeidsvoorwaarden te komen. En ik noem dan met name
arbeidstijd, arbeidsduur, maar ook de opleidingen. Je kunt niet zeggen dat we het echt voor het zeggen hebben in bedrijf, maar dat er toch heel veel veranderd is. Dat de omgang met de leidinggevende een totale omslag heeft gemaakt. Mensen worden nu meer gezien als zelf een stuk kennis in huis hebbende. En dat is toch een omslag die uit die jaren in mijn ogen is voortgekomen. De zeggenschap in het bedrijven van de ondernemingsraad, die dan nog wel niet is zoals wij het graag zouden willen zien, maar toch aanzienlijk veranderd is bij, zeg maar, de jaren 70. Er is heel veel veranderd wat voordat we met die acties begonnen niet bespreekbaar was, ook in de politiek niet. Dus nou, dan denk ik, ach, stapje vooruit. In tal van ondernemingen is daarna het bedrijvenwerk op een behoorlijke wijze van de grond gekomen. Dus de mensen zijn meer en beter bij de eigen werksituatie betrokken geraakt. Kunnen er ook beter en meer invloed uitoefenen op de gang van zaken in de onderneming. Er is wat aan de inkomensverhoudingen gerommeld. Ik zeg heel bewust wat. Lang niet voldoende, maar sindsdien loopt nog steeds de discussie over de vraag hoe rechtvaardig zijn nou eigenlijk de inkomensverhoudingen in Nederland. Nog steeds loopt de discussie over de machtsverhoudingen in Nederland. Nog steeds steekt die de kop op. Dus het einddoel is bepaald niet bereikt. Ja, welke zijn dat? Ja, oh, daar, oh, ja. Groeneveld. Ja, dat ben ik. Heeft u toestemming? Ik ben hier onder leiding van de ordendienst en ik neem aan dat die alles geregeld hebben. De ordendienst heeft ons dit gezegd. U mag dus in de kantine plaatsnemen. Ja? Maar hier niet in de badzaal. Kan ik hier wat kapot maken niet, soms? U mag niet met de mensen spreken. Mag ik niet met de mensen spreken? Nee. Ik zie ten eerste dat gewoon.